Het Europees Gerechtshof heeft onlangs een monopolie van een aantal grote zaadveredelingsbedrijven teniet gedaan. Die bedrijven gingen er volgens het Hof ten onrechte van uit dat boeren alleen zaad mogen gebruiken dat een Europese goedkeuring heeft. Oude zaadrassen zonder Europese goedkeuring zouden daardoor niet meer verhandeld mogen worden. Maar een Duitse aardappelboer en een Frans netwerk van telers pikten dat niet. Ze durfden het aan om toch zaad en pootgoed van oude rassen te verkopen. Volgens de industriële zaadveredelaars was dat een gevaar voor de mensheid en een schending van hun rechten. Maar deze zaadbedrijven hebben het nu dus moeten afleggen bij het Europees Gerechtshof. De procederende boeren hebben nu ook een petitie opgesteld. Daarin stellen ze bijvoorbeeld dat de vervreemding van het zaad door de agro-industrie een gevaar is voor de onafhankelijkheid van de voedselvoorziening en voor de gezondheid van de mens. En verder zeggen ze dat zaad gemeengoed is voor alle volken. Die woorden zijn een regelrechte erkenning van het ontwerp van de schepper van deze wereld, zoals Genesis 1 dat beschrijft. Want daar staat: en God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende vruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Landbouwpolitiek begint daarom met besef van scheppingsethiek.